Ik had zojuist eventjes een gesprek met iemand die zich afvraagt, mag je dat wel zeggen, dat je een kind van de levende God bent? Weet je, de Bijbel zegt dat als je zegt dat je het niet zeker kunt weten, dat je een kind van God bent, dat klinkt op zich, dat het heeft een bepaalde zweem van vroomheid om zich heen. Een soort van, nou, dat is toch wel wat, hè? Hij durft het niet te zeggen. Dat is bijna een soort van, nou, hij is op de goede weg. Dat je het niet durft te zeggen. Maar weet je dat je de Heere God daarmee tot een leugenaar maakt? Moet je eens lezen wat er in 1 Johannes 5 staat. Ik wil het even graag met je lezen. 1 Johannes 5. En dan moet je even goed het woord getuigenis volgen. Datgene wat mensen zeggen en datgene wat God zegt, daar gaat het om. Volg maar mee vanaf vers 9. 1 Johannes 5 vers 9. Als we het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter of meerder. Met andere woorden, dat moet altijd de doorslag geven. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Tot zover even. Kijk, dit is het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift. Het gaat hier niet om het woord van een paus. Het gaat hier niet om het woord van een dominee. Het gaat hier om het woord van God. Het gaat hier niet om belijdenisgeschriften die mensen hebben opgesteld. Het gaat hier om het volledige gezaghebbend spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. Hoe maak ik de Heere God een leugenaar? Zeg het maar. Staat er in vers 10. Lees even mee. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Oké, het gaat dus om het getuigenis van God. Nou, en wat is het getuigenis? Want als ik dat getuigenis dus niet geloof, maak ik God tot een leugenaar? Let goed op. Dit gebeurt vandaag de dag op de preekstoel. Daar wordt de Heere God met een vroom excuus leugenaar gemaakt. Wat staat hier nu? Lees nou gewoon in je eigen vertaling mee. Lees gewoon wat er staat. Geloof wat er staat. Dit, vers 11... Dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. En dan, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zie je? Dus op het moment dat je zegt, je kunt het niet zeker weten, maak je God dan een leugenaar. Want een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, die zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt, mag het zeker weten. En dan gaat het er niet meer om dat je je emoties napraat. Het gaat er niet om dat je op je zondige hart blijft zien. Het gaat erom dat je van jezelf afkijkt, op Jezus kijkt. Vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven. Dan komt hij tot een samenvatting van zijn brief. Deze dingen, dat zijn 105 Bijbelversen. Tel ze voor jezelf na. Dat zijn een paar duizend woorden. Let u goed op wat hij nu zegt. Deze dingen heb ik u geschreven. Die 105 Bijbelversen. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u, wat staat er? Weet. Weet. Dat u eeuwig leven hebt.
En opdat u gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Zie je dat? Dus als je gelooft in de Heere Jezus Christus. Het getuigenis van de Heer is, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. 105 Bijbelteksten zijn met dat doel geschreven. En door te zeggen dat je het niet kan weten, maak je God tot een leugenaar. Het zijn vrome smoesjes. Kwats is het. Zoveel vroomheid, lagen van vroomheid eromheen. Maar dit is wat het heilig woord van God zegt. En daar moeten we voor buigen. Weet je wat het mooie is? Die hele Johannesbrief is dus met dat doel geschreven. Dat gij gelooft, wat staat er? Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Nou, weet je dat de hele Johannesbrief met hetzelfde doel is geschreven? Als je even naar het Johannes-evangelie gaat. Hoofdstuk 20. Johannes 20, vers 30. Johannes komt tot een afronding van zijn evangelie. En daar schrijft hij exact hetzelfde. Nu heb ik hier de teksten niet geteld. En ook de woorden niet. Maar er zijn programma's op de computer die dat precies voor je kunnen doen. Dus dat kun je voor jezelf doen. Maar moet je nu lezen wat hier staat. Dit is het woord van God. Ik voeg er verder niets aan toe. Wat zegt de Heere? Jezus nu heeft in aanwezigheid van discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven. Deze 21 hoofdstukken. Deze zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Zie je dat? Daarvoor is het hele Johannes-evangelie geschreven. Dat je gelooft in de Heer Jezus. En wat heeft dat tot gevolg? Dat je eeuwig leven hebt in zijn naam. Nu wil ik je vragen. Nu wil ik je wat volgende vragen. Voor jezelf. Lees van de week de handelingen der apostelen. En vraag jezelf dan af, bij al die bekeringen waarover je gaat lezen. En toets dat eens aan wat velen van jullie regelmatig horen. In hoeverre was deze man ingeleid? Denk eens aan die 3000 in Handelingen 2. Denk aan de mensen in Handelingen 8, de Samaritanen. Denk aan Cornelius. Denk aan de kameling. In hoeverre waren die ingeleid in de afgronden van hun eigen zondige hart? Dan zul je zien dat hele idee wat daar vanuit een bepaalde traditie overheen is gebouwd en overheen is gelegd. Het licht op het evangelie heeft verduisterd. We zien in de handelingen der apostelen dat het evangelie wordt gepredikt. En mensen zeggen, wat moet ik doen om behouden te worden? Geloof je voor God dat je een verloren zondaar bent? Ja, wat moet je doen? Kom dan tot de Heere Jezus en u zult behouden. Maar moet ik niet eerst dit en eerst dat? Moet het nog niet overwinteren? Moet het nog niet, weet ik niet wat allemaal meer? Waar staat dat? De Bijbel zegt, nu is het de dag van de welbehagen. Niet morgen. Maar vandaag, vandaag is de dag van het welbehagen. Vandaag is de dag dat Gods genadeklokken luiden. En elke keer is dat een oproep aan jou en aan mijn adres om je hart te geven aan de Heere Jezus Christus. Nogmaals, buig voor het spreken van de Heere in de Heilige Schrift. Geloof wat er staat, lees wat er staat, geloof wat er staat. En handel op basis van wat er staat.